Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Vandaag hebben we weer een nieuwe intelligente klei. Ik heb namelijk de laatste tijd een beetje last van problemen met het oplossen van sommen, dus daarom hebben we intelligente klei. Deze is van iClay. En deze die kan wisselen van kleur, die verandert van kleur onder invloed van warmte. Dat gaan we natuurlijk even testen. En ik ben benieuwd of het deze kleuren heeft die op de verpakking staan. Paars, roze. Nou, we gaan het zien. Ik ga hem eens openmaken. Kijk, daar is die. Hij is paars en hopelijk wordt de kleur dan roze. Ik heb al water klaarstaan. Oeh. En deze, die is super zacht. Dan kan ik dit eens even uit de verpakking halen. Het zit altijd in van die zakjes, iClay klei. Nou, dat blijft maar plakken. Ik heb er een beetje problemen mee. Hij plakt wel heel erg aan het zakje. Nou ja, geen probleem. Deze is een beetje achtergebleven, maar dat is niet zo erg. Oeh, hij plakt wel heel erg. Oh jee. Dat is wel de plakkerigste intelligente klei die ik ooit heb vastgehouden. Dat plakt wel te erg. Misschien ligt het er ook wel aan dat het nu erg warm is in de studio. Maar ja, hij lag niet in de zon, dus ja, ik vraag me toch wel af waar dat dan aan ligt. Kijk, blijft gewoon helemaal aan mijn hand plakken. Nou ja, dus stuiteren, dat gaat vandaag ook niet zo. Normaal gesproken kan dat allemaal wel. Ja, het is een beetje lastiger om hem zo uit elkaar te trekken dan normaal. Misschien moeten we hem een beetje afkoelen. Dat ga ik ook maar even doen. Hier heb ik ijskoud water. Zo. Nou, blijft plakken natuurlijk. Maar niet zo heel erg veel meer als in het begin. En nu gaan we natuurlijk de kleurenverandering testen. En daarvoor hebben we warm water. Of we hebben eigenlijk warm en koud water. Ik hoop dat het gaat lukken. Oh, jawel. Zeker wel. Zo. De ene helft doe ik in het koude water en de andere in het warme water. Dit werkt in ieder geval wel. Dat is fijn om te zien. In het warme water dan wordt hij roze. En in het ijskoude water blijft hij paars. Ja, dat werkt heel goed. De intelligente superklei van iClay. Dan doen we het hele ding even in het warme water. Zo. En nu in het ijskoude water. Oeh, kijk, dat ziet er cool uit. Het is bijna als magie. Zo kun je nog wel even doorgaan natuurlijk. Echt cool. Deze intelligente superklei. Enige vervelende is dat hij zo plakt. Maar ja, dat kan hè. Verder vind ik het wel een hele coole kleur. En ik vind het ook een mooie soort klei. En het kleureneffect is ook erg cool. Dus dat is allemaal prima. Wat vinden jullie ervan? Laat het maar weten in de reacties. En als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!